Het ministerie van Openbare Werken heeft vandaag een contract ondertekend voor de tweede fase van het Saramaca-kanaalproject. Rehabilitation, doorsteek, shiplock en sluizen met Power China. De rehabilitatie van de doorsteek bij de shiplock en sluizen zijn van cruciaal belang voor de doorstroming van het kanaal en voor de bescherming van omliggende gebieden. De eerste fase van dit project verloopt goed. C. Margaret, coördinator van het project, zegt dat het project geraamd is op 35 miljoen Amerikaanse dollar. Belangrijk is component 1, het eerste deel, wat ik al aanhaalde, maar nu in subdelen. Daarbij heb je dus het verbeteren van het Saramaca-kanaal afwateringsstructuur. Het zijn milde civiel-technische werken en die ook merkbaar zullen zijn. Het eerste project was het Saramaca-kanaal schoonmaak, maintenance project in feite. Wij staan, het is niet meer aan de vooravond, zo direct zullen wij tekenen. Rehabilitatie van het doorstuk schutsluis en sluizen, het doorsteekproject. We hebben ook voorbereid binnen dit project samen met het ingenieursbureau consortium, Royal House Koning consortium, ILACO gezamenlijk. Rehabilitatie van het schutsluis, de uitkijk, de havelaarsluis, reprofileren van het Saramaca-kanaal en wat we noemen beautification projects in het Nederlands, een beetje vrij vertaald, verfraaiingsprojecten. Heel belangrijk, wat nu bij dit project is gekomen, is de pompstation, de uitkijk die gebouwd gaat worden. Dit is bewerkstelligd middels de restructuring van dit project. OE-minister Riyad Nur Mohammed haalde aan dat dit project niet uit de lucht is komen vallen. Vanwege wateroverlast wordt zwaar geïnvesteerd in ontwateringsprojecten. De bewindsman is met de investering in pompgemalen en sluizen ervan verzekerd dat binnen een paar jaren het ontwateringsprobleem van het land opgelost zal zijn. Natuurlijk zijn dit één kant van de werken, maar we hebben ook te maken met zeespiegelstijging. Dus je moet ook denken aan aanpassen van rivier en zeedijken. Dus dat loopt goed. Voor 2026 moet deze fase opgeleverd zijn en dat zullen we zien. We horen nu al genoeg positieve geluiden dat de gebieden rond het kanaal geen last meer hebben van wateroverlast. Natuurlijk moet onderhoud wel gebeuren, laat me dat wel duidelijk zeggen. Het water stroomt veel sneller weg, dat is positief. Met het ministerie van Justitie zijn we ook bezig te kijken hoe dit kanaal de volgende opdracht zal geven. Om heel snel een deel van het kanaal of het geheel in PPP om te zetten. Want ik kan je nu al zeggen, met die begroting gaat het niet lukken. De bewindsman zegt dat zijn departement veel steun heeft gehad van internationale organisaties om voornamelijk ontwateringswerken aan te pakken.